Ook in deze tijd heerst in de Bollenstreek grote bedrijvigheid. In de pakhuizen en schuren worden de exportorders gereed gemaakt. Een tijdrovend werk is het bollen tellen. Bloembollen worden namelijk per aantal en niet per gewicht verkocht. Men telt met 5 tegelijk, 2 in de linkerhand en 3 in de rechter. Jarenlang hebben vele knappe koppen gezocht naar een middel om dit werk te vereenvoudigen. En nu is dan eindelijk een technicus uit Groningen erin geslaagd een machine te vervaardigen die het snel en feilloos verricht. De bollen worden op een lopende band gestort, die tevens als uitzoektafel dienst doet, en komen aan het eind terecht in 10 goten. Ligt er in ieder van de goten 1, dan wordt contact gemaakt met een elektromagneet, een plaatje klapt naar achteren en de bollen vallen in een koker waaronder zakken staan. Dat gaat dus met 10 tegelijk. Men kan de machine op elk gewenst kwantum afstellen, mits dat een veelvoud van 10 is. We laten nu nog eenmaal het principe duidelijker zien. Op het moment dat de 10e bol tegen het plaatje aankomt, wordt er contact gemaakt en vallen ze naar beneden. De sponsen hebben tot taak de bollen tijdens de val van hun voorgangers vast te houden. De machine telt er 30.000 per uur. Voortschrijdende mechanisatie is er ook op ander terrein. Suikerbieten werden tot dusver door landarbeiders met de riek op wagens geladen. Door de uitvinding van een expediteur uit Zwolle is er ook hier iets veranderd. Hij construeerde namelijk een bietentransporteur die door 1 man bediend kan worden. Elke keer hapt de grijper 1 kubieke meter bieten en een 5 tons vrachtauto is nu in 6 minuten geladen. 5 arbeiders hebben daarvoor bijna een half uur nodig. Belangrijk is voorts dat de transporteur niet aan een vaste plaats gebonden is. Waar bieten zijn, kan hij werken.